wat wij tegenwoordig doen, is dat we de 5 principes van privacypreventie hanteren. Om een beetje zicht te houden op van wat gebeurt er nou in vredesnaam. Iedereen die zich hiermee bezighield, die werd op een gegeven moment gewoon giga gek van iedere dag nieuwe wet en regelgeving, nieuwe technologieën, nieuwe linken aan elkaar, andere informatiestroom. Dus om daar wat helderheid in te krijgen, hebben we nou een vrij simpel schema waarin dus dan ook duidelijk is van wat is nou zo erg. En de uitgangspunten zijn de overheid en het bedrijfsleven willen alles van iedereen weten. Alles van je gedrag. En dan gaat het erom alles van waar je bent of waar je geweest bent. Alles over waar je je geld aan uitgeeft. Alles over met wie je contact hebt, hoe vaak, waarover, internetbezoek, waar je informatie vandaan haalt, die hele cluster. En dan hoe staat het met de gezondheid? De link naar verplichte ziektekostenverzekeringen, verplichte patiëntdiagnose, behandelplannen, de hele ruimte. Dat zijn 4 grote clusters. Als je alles wat in die sectoren valt van mensen vastlegt, dan heb je nog maar 1 ding nodig. En dat is poot 5. Hoe link ik al die data aan die ene betrokken individu of aan die groep individuen? En dan hebben we het over de identificatieplicht, die alleen maar bedoeld was om iedereen in ons land een persoonsbewijs te laten aanschaffen, zeg maar. Dan hebben we het over de ontwikkeling naar biometrische identiteitsstelling, dus de ontwikkeling naar biometrische paspoorten, ID-kaarten, naar systemen om dat simpel uit te lezen, geschipte op afstand uitleesbare identificatiedocumenten, over de invoering van het unieke persoonsnummer, burgerservicenummer genoemd, wat voor alle sectoren in de samenleving geldt in ons land. Wat het stomste is wat ze kunnen doen. Je had ook een systeem kunnen invoeren waar niet onderwijs, justitie, staatsburgerschap, ziektetoestanden en alles in 1 nummer zitten. Doen ze hier wel. Dat nummer zit uiteraard in je identificatiedocumenten. Nou, en dan krijg je nou de ontwikkeling naar dat die systemen in elkaar vloeien. En dan krijg je dat de foto die voorheen in het document ging van je gezichtsopname om te zien of jij dat dan wel was en of dat document wel authentiek was. Dat zijn inmiddels digitale opnamen geworden die jouw gezichtspunten scannen. Dat kun je linken aan gezichtsherkennende software. En die ontwikkeling zit daarin en dat gaat heel hard dat hoe dan ook er een infrastructuur gebouwd wordt, dat al die data die over mensen verzameld worden, dat die gelinkt kunnen worden aan die persoon en dan kun je ze gaan gebruiken voor registratie, maar ook voor controle, voor monitoren van mensen, voor het vastleggen van profielen. Maar dat zijn de crux in het systeem. Is hoe kan ik iemand daar aan linken? En dan had ik het woord DNA nog niet laten vallen, maar dan heb je uiteraard DNA wordt ook actief verzameld. Dat linkt natuurlijk helemaal aan de persoon en de ontwikkeling naar de iris-scan en zo zijn er nog veel meer. Maar linksom of rechtsom, men wil gewoon dat als ik hier naartoe gekomen ben, dat ik real-time constant gesurveilleerd wordt door automatische apparaten. Dat wordt ergens opgeslagen. Daar zijn ergens mensen of systemen die daar naar kijken, die dat al dan niet opslaan, die daar conclusies aan ontlenen waar je geen weet van hebt. En dat is een uiterst gevaarlijke situatie die veel verder gaat dan zoals het voorgesteld wordt van ja, nou, we hangen toch camera's op als het onveilig is. Ja, waarom is het dan zo dat de overheid dit soort maatregelen allemaal bedenkt en uitvoert?
daar kun je niet in één zin op antwoorden. Er is niet één groot plan waarbij de overheid heeft gedacht van, oh, we gaan dus lekker die burgers allemaal constant controleren. Ja. Het is een samenspel van verschillende factoren. En ik zal proberen dat kort aan te geven waarom dat in zit. We hebben te maken dat we hier in een westerse rijke samenleving zitten. Die tot op heden met nog wat landen de macht vertegenwoordigt in de wereld. En onze regering en onze rijke industriëlen begint het nu toch ook wel te dagen dat die situatie niet zo erg veel langer houdbaar is. Daar probeert men zich tegen in te dekken. Want uiteraard, wie de macht heeft, wil dat graag houden. Wie rijk is, ziet dat niet zo erg zitten om dat eerlijk over de hele wereld te verdelen. Die kans hebben ze al die jaren gehad, dat doen ze niet. Dat is een van de hele grote drijfveren die erachter zit. Van wij moeten als Nederland, zal ik dan even zeggen, moeten we als zo'n klein peuterlandje proberen om onze zeer invloedrijke positie in de wereld te behouden. Dat doe je door je economische belangen veilig te stellen. En dat doe je door het ontwikkelen van surveillance technologie. Daar kun je A aan verdienen. Daar kun je B nog meer aan verdienen, omdat je dan iedere keer nieuwe systemen gaat verkopen. Maar die moeten ook onderhouden worden. Dan moet je mensen uitzenden om dat te onderhouden. Dus de hele systemen, wat hier uitgeprobeerd wordt op de eigen bevolking, wordt straks gewoon verkocht naar Birma of de Filipijnen of waar dan ook. Daar komt bij dat onze regering, zeg maar, buitengewoon machteloos is als je dat vergelijkt met het bedrijfsleven. Machteloos in die zin dat ze weinig kracht hebben om dingen in te voeren, maar ook de ballen verstand er niet van hadden. En dat is inmiddels duidelijk doorgedrongen, dat zeiden we al jaren. Maar het is gewoon echt waar. En dat is ondertussen nu wetenschappelijk vastgelegd door de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. En op alle universiteiten zijn ze het overheen. Er zitten gewoon mensen in de Tweede en Eerste Kamer die maken beslissingen over biometrie en ze weten niet wat het is. Over RFID-systemen, ze weten niet wat het is. Over hoe je het internet al dan niet moet beveiligen. Daar moet een inhaalslag gemaakt worden. Dat kun je die mensen ook niet altijd allemaal kwalijk nemen. Maar het is wel zo dat zij zich een fabrikant afhankelijk hebben geïnformeerd. Is ze dat niet kwalijk te nemen? Zij weten dat. Ja, dat neem ik ze buitengewoon kwalijk. Het is A zo, uiteraard is het zo dat de bedrijven die technische mogelijkheden ontwikkelen, dat goed uit kunnen leggen. Dus dat is heel duidelijk dat je je daardoor moet laten informeren. Maar men heeft zich laten inpakken door die bedrijven. Die komen wel met de cadeautjes en de toestanden en de mooie pakken en de toestanden. En dan gewone mensen in de maatschappij die tegenwicht bieden, die met bezwaren komen. Daar is gewoon systematisch, principieel, niet naar geluisterd. En dat is dus heel kwalijk. Dat is misschien wel leuk om dat nog eens uit te leggen, want dat weten heel veel mensen niet meer. Je had tot nog niet zo lang geleden een systeem dat de volksvertegenwoordiging en de regering samen het land bestuurden. Je had dat in de gemeente, de BMW en de gemeenteraad, die bestuurden het land. Nou, dan vonden ze geen goed plan, hebben ze dat veranderd. Dat heet dualisme. En dan krijg je wat we nou hebben, BMW of het kabinet, die regeren het land. En dan mogen de volksvertegenwoordigers alleen nog stemmen. De controlerende functie hebben. En de controlerende functie, dat is dat gekleuterglas in de Tweede Kamer, zoals je dat dan alsmaar kan zien. Maar de enige macht die een Tweede Kamer heeft, dat is als ze zegt, van, nou, we willen dit echt per se niet. We gaan niet. Dus het kabinet heeft gewoon het recht om te zeggen, doen we toch.
En de Tweede Kamer heeft alleen maar de macht om te zeggen, nou, dan voeren we een, dan gaan we geen toestemming geven voor een wet. Zegt het kabinet, ook doen het anders. Doen het bij ministeriële bevoegdheid. Of we gaan gewoon de manier waarop we met internet omgaan via handelsverdragen regelen. Dan heeft het parlement er ook niks te maken. Dat zijn dingen die allemaal gebeuren. Maar ultiem kan zo'n gemeenteraad of parlement alleen maar zeggen van nou, wij hebben totaal geen vertrouwen meer in het kabinet, het bestuur. Dus ze sturen ze weg. Nou ja, ik zeg altijd, dat kun je ook niet iedere dag doen. En beter hebben ze niet kennelijk. Nee, ze zijn hun wetgevende functie. Dus ze hebben, intern hebben ze al geen functie. Bovendien hebben ze geen draagkracht. Wij zeggen altijd, ik vind echt, het klinkt knullig, maar ik wil eigenlijk dat in de Tweede Kamer evenveel lege stoelen neergezet worden voor al die mensen die niet stemmen. Ja, voor de blanco-stemmers en de niet-stemmers, ja. Lege stoelen. We willen gerust zelf keukenstoelen aankomen brengen. Ja. Maar dat het maar eens duidelijk is. Wordt dit aangenomen met zoveel stemmen, dan gaat dat over zo'n stukje van de bevolking en de rest heeft de moeite niet meer genomen om nog een stem uit te brengen. Om wat voor reden ook. Heel veel van maatregelen die nu ingevoerd zijn, stonden op stapel. Die dateren uit 2000. Al vroeger, de identificatieplicht heeft het CDA en de VVD, die heette toen nog geen CDA, maar de Christelijke Partij en de Liberalen hebben vlak na de oorlog zijn ze al begonnen met we willen dat weer invoeren. Dus er zijn dingen die alsmaar voorbereid zijn op stapelen. Toen kwam de aanslag in New York, niet te vergeten wat er daarna dan nog in Madrid en in Londen is gebeurd. Dat is een scharnierpunt geweest in de geschiedenis, waardoor mensen zich zo de takken zijn geschrokken, dat alle mogelijke regelgeving die op stapel stond, zonder enige vorm van discussie in no tempo is ingevoerd. Dus die link is er. En daar was een sfeer dat als je het hart had om zo'n maatregel zelfs maar ter discussie te stellen, je eigenlijk al beschuldigd werd van het feit dat mocht er ooit nog eens een terroristische aanslag komen, dat je dan bij voorbaat daar schuldig aan was. Omdat je niet alles wat men eraan geprobeerd heeft te doen, zomaar zonder enige vorm van discussie heeft mogen invoeren. Nou, daar is natuurlijk dapper misbruik van gemaakt, dat is wel duidelijk. Die tendens nu na 10 jaar controledrift begint heel voorzichtig men daar dan toch wel wat meer vraagtekens bij te stellen. Maar dan nog heb je in het begintijd heb ik meegemaakt dat wij zeiden, het helpt niet. Camera toezicht. Preventief fouilleren, biometrische identiteitsbewijzen invoeren. Dat helpt niet tegen terrorisme. Waar hebben jullie het over? Die mensen hadden gewoon een ID-kaart. En als je dat systemen bouwt, echte criminelen en echte terroristische organisaties, die hebben centen om alternatieven te ontwikkelen. Of ze gaan oude mensen en kinderen voor het karretje spannen. Ik bedoel, waar zit je verstand? Zo gaat dat. Dus dat sloeg dus nergens op. Er wordt zoveel geïnvesteerd in camera's, omdat men wil bezuinigen op mensen op straat. Daar komt het op neer. Men wil, en dat is ook een van die factoren van waarom doet de overheid dit nou. Dat heeft ook te maken met het feit dat mensen een soort blind geloof hadden in het feit dat technologie de oplossing zou bieden. Het simplistische idee dat apparaten geen fouten zouden kunnen maken. En mensen wel. Dat is natuurlijk wel zo, behalve dan dat je die apparaten ook moet programmeren en dat die gegevens door mensen worden uitgelegd. Maar het is een tendens die gaat naar een onpersoonlijke maatschappij, waarin je de confrontatie met elkaar ook uit de weg gaat.
als jij automatisch gedetecteerd wordt. En dat wordt ook openlijk gezegd. Dat scheelt heel veel schermutselingen. Als je ziet wat er nou in Rotterdam in het openbaar vervoer gebeurt. Dat gaat gewoon met knopjes gezichtsherkenning. Als je op een of andere manier camera's die afwijkend gedrag registreren. En dan inzoomen in jouw gezicht. Weten wat er op jouw papiertje staat. En even een aanstaand preventief daderprof. De opsporingsportret van jou maken. Dat wordt uitgelezen door mensen achter balies. Dan heb je geen discussies op straat.